Vechters roept het publiek reden. Rechts omdraaien alsjeblieft. Ring. Linksom. Ring. Dames en heren, dit zijn de 38 vechters die vanavond 19 spectaculaire partijen op de mat neerleggen. Ik zou zeggen, geef ze een hartelijk applaus. Voor de nog een stuk muziek in. Vechters wel in ring vanavond. En zich klaarmaken voor de eerste partij. Ja, dames en heren, dit zijn de scheidsrechters en hoofdscheidsrechters van vanavond. Links van mij, rechts van u, en dat is handig dat je een stap ervoor doet, is senpai Chris Dus. Naast hem, sensei Cor Haan. En daarnaast de hoofdscheidsrechter van vanavond, Sian Gilbert Klevenaar. En daarnaast Hansi Nido Gono, hoofdscheidsrechter van vanavond. En de laatste, sensei Cor Mol. Dit is Kees van der Weent voor Winsum Nieuws. En soms moet je 57 jaar worden om een grote wens uit te laten komen. Want tegenover me staat een van mijn grote favorieten, Sam Schild. Sam, wat brengt jou in Winsum? Ja, het Katsugala. Er is vandaag een karategala en dat brengt mij hier. Want jij bent hier met jongens van jouw sportschool? Ja, ik ben hier met jongens van Zuid-Laardenbeek hier gekomen. Twee jongens dit keer. En die gaan deelnemen aan de hoofdpartij dadelijk. En je bent hier al vaker geweest, tenminste. Ik kan me herinneren dat ik je nog een keer gezien heb. Kwaliteit van dit toernooi?
Ja, kijk, in het noorden zit toch wel het karate-toernooi waar je bij moet zijn. En ja, we komen hier ook al een hele lange tijd. We zaten net boven een beetje te kijken met hoeveel vechters we eigenlijk hier al zijn geweest. En ja, we zijn er eigenlijk altijd wel bij. En hoe is het met jou zelf, Sam? Mijzelf, ja, ik ben volop bezig met de Fight Game Academy. Dat is een sportschool in Zuid-Laren. Die ben ik gestart na de zomervakantie. Daarmee wil ik eigenlijk het vechtsport toegankelijk maken voor iedereen. En zelf nog de ring in binnenkort? Ja, ik ben er wel aan het trainen, maar op dit moment concentreer ik me meer op het lesgeven. Geweldig. Thank you.
Arjen.